Er zijn 6 getijdenboeken, koorboeken in Leiden overgeleverd uit de 16e eeuw. En die koorboeken die waren gemaakt voor de Pieterskerk. En de Pieterskerk was een gewone parochiekerk midden in de stad, zoals die er nog is. Daar was geen klooster aan verbonden. En nochtans wilde de stad en sommige fondateurs, stichters, die wilden dat er voor het zielenheil van belangrijke personen werd gebeden. En niet zomaar gebeden, maar liefst gezongen gebeden. En daarom hebben ze besloten al in de 14e eeuw om daar iets aan te doen. En in de 15e eeuw is daar een zangerscollege gekomen met als enige opdracht zingend bidden voor het zielenheil van de overleden stichters. Dat is uitgegroeid tot een waar bedrijf. In de loop van de 16e eeuw waren er in dienst van de kerk en van de stad, werd door de stad grotendeels ook betaald, een groep professionele zangers, nog het beste te vergelijken met wat je nu bijvoorbeeld het Kamerkoor van Nederland Nederlands Kamerkoor zou kunnen noemen, die werden daar betaald. Maar het grote verschil was met het Nederlands Kamerkoor dat deze zangers 365 dagen per jaar, 7 keer per dag, op vaste tijden hun ding moesten doen. Variërend van 20 minuten tot ruim 1,5 uur. Dat noemden we getijden. Getijden helemaal gemodelleerd zoals het in het klooster ging. 'S Ochtends beginnen met de metten, de lauden, en daarna kwamen de priem, de terts, de noon, de mis en uiteindelijk mondde dat uit in de vesper. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Natuurlijk was de mis ook heel belangrijk, maar terugkerend ritueel was het lof, de vesper, de zangen ter ere van Maria. Daar moest dus krankzinnig veel muziek voor geschreven worden en die werd verzameld in koorboeken. Daaruit werd gezongen. Die koorboeken die stonden op grote lessenaars. En de 8 à 10 zangers die die Leidse Pieterskerk had, stonden daar omheen. En Leiden was niet de enige stad die in Nederland die dat had. Er waren heel veel zogenaamde getijdenkerken. Amsterdam, Hoorn, Haarlem, waar we nu zitten en waar we een getijdendag doen. Purmerend, Enkhuizen, Medemblik, Utrecht, Gouda, Delft, noem het maar op. Er waren wel een stuk of 20 getijdenkerken. Er werd dus veel gezongen en al die kerken hadden een eigen ensemble. Er was dus een prominente cultuur. En het allergekste is, en het allerbijzonderste is, dat van al die koorboeken uit de 16e eeuw er maar 6 over zijn. Er waren er eerst 8 in Leiden, er zijn er 2 kwijtgeraakt. Maar met die 6 zijn we al heel blij, omdat we met die 6 bij elkaar horende boeken, die in het midden van de 16e eeuw geschreven zijn, de grootste bij elkaar horende collectie muziek hebben die voor 1 kerk is geschreven. En dat is een unicum, dus de grootste collectie van West-Europa. En dat ligt gewoon in Leiden. En het alleridiootste is dat daar tot op heden bijna nooit iets mee gedaan is. Het Aegidius Quartet heeft besloten zich nu eens echt serieus, als eerste, serieus bezig te houden met dat repertoire. Want dat is het repertoire wat in de noordelijke Nederlanden gezongen werd. Wij zingen onze hele carrière lang zogenaamd Franco-Vlaamse polyfonie. Meerstemmige muziek die door Belgisch-Waalse componisten, de Nederlanders, zijn geschreven. Maar dat is meestal Zuid-Nederlandse muziek. Of muziek geschreven voor de keizer, die heel vaak in Spanje was. Dit is muziek die echt gebruikt werd in de Lage Landen, in de noordelijke Nederlanden. Dit is onze muziek, dit is ons, laten we zeggen, ons erfgoed. En we weten het eigenlijk, niemand weet het, want het allerstomste is dat je denkt van nou, het zal wel lang, het is lang verborgen gebleven, het zal wel niet zo goede muziek zijn.
Het is topmuziek. Het is absolute muziek van de bovenste plank. Componisten van een eerste rang, die hebben daarvoor geschreven. Clemens non Papa. Voor de meeste mensen is dat gewoon een naam die ze wel eens gehoord hebben. Maar dat was in de 16e eeuw in de noordelijke Nederlanden dé man. De hofcomponist van de keizer, Thomas Crequillon, is heel erg vertegenwoordigd in de koorboeken. Dan zijn er nog andere grootheden, zoals Richard Farr. Maar ook van de oudere generatie, Josquin des Prez staan stukken van in. Gombert staan stukken van in. Verdelot. Het zijn allemaal grote jongens, grote namen en die liggen daar. Er zijn meer dan 350 composities verdeeld over die 6 boeken. En wat we nu gaan doen in de komende 6 jaar is elk jaar 1 boek centraal zetten. En uit dat boek, en dat zal nog heel moeilijk worden, laten we zeggen een selectie van het beste van dat boek gaan opnemen en presenteren in 6 of 5 verschillende kerken in Nederland. Verspreid over het land en liefst in getijdenkerken. Zodat Nederland weer kan ontdekken wat Nederland vergeten is. Namelijk een ongehoorde schat die er in Leiden ligt. En dat is onze ambitie en daarom hebben we dit project opgezet. Niet alleen met z'n vieren, want het kwartet, Egidius Kwartet, we zijn maar met z'n vieren, af en toe komt er een sopraan bij, af en toe komen er wat extra zangers bij. Maar we hebben nu bedacht dat we het helemaal gaan modelleren zoals het koor in de Leidse Pieterskerk was in het midden van de 16e eeuw, de tijd waarin die koorboeken zijn geschreven.